Wij bestrijden de eikenprocessierups op drie manieren. De eerste is in het stadium dat de kleine rupsjes nog in de toppen van de bomen leven. Dan spuiten we daar een nevel in. De tweede methode is als ze volwassen zijn en als ze nesten gevormd hebben, dan zuigen wij de nesten weg. De derde methode is het vergroten van de biodiversiteit, zeg maar meer natuur, waardoor dan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer voorkomen en deze kunnen bestrijden. Meer biodiversiteit kunt u ook zelf doen door nestkastjes op te hangen, door meer groen aan te brengen in uw tuin en meer bloemen te planten. Als u een nest aantreft in een eikenboom in uw omgeving, dan kunt u dat aanmelden op de website van de gemeente Hardenberg. Als u hebt ingezoomd, dan kunt u een melding maken, dan kunt u uw adres inklikken. En dan komt er een kolom en die kolom kunt u verder invullen en dan heeft u uw boom of de situatie aangemeld. Wil je meer weten of wil je een boom of bomen aanmelden? Kijk dan op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.